Mijn naam is Steven de Jong. Ik maak films, vooral films, maar ook wel series en spotjes. En heel soms sta ik ook nog wel eens in het theater iets te regisseren. Mensen zouden me kunnen kennen van bijvoorbeeld de Chameleon-films, Scheepsjongens van Bontekoe, De Hel van 63. De laatste film die we hebben gemaakt is Penny Shadow. En nu zijn we bezig met de voorbereidingen van een speelfilm die heet Boerenliefde. Nou, het leuke van regisseren is dat alles bij elkaar komt. En, dus je mag je overal tegenaan bemoeien. En je hoeft nergens heel erg goed in te zijn. Dat zeg ik ook altijd. Je kan altijd nog regisseur worden. Omdat je je natuurlijk wel laat omringen door specialisten. Wat voor mij het belangrijkste is dat ik een verhaal wil vertellen. Dat ik het ergens over wil hebben of dat ik... dat ik iets heb bedacht wat ik graag op het witte doek wil laten zien. En, dus dat begint ook echt gewoon op een bierviltje met een ideetje. En dan toets ik dat bij vrienden en kennissen en mensen waarvan ik denk, nou, die hebben er wel sjoeg voor. Die weten wat er leeft in de wereld. En dan ontwikkel je dat verder. Het eerste wat je wil is een fantastische leuke film maken. Het gaat altijd om de film. En alles wat daarna komt, dat is hartstikke belangrijk, maar dat staat allemaal, moet dat in het teken staan van de film. En natuurlijk wil je graag dit budget, maar heel vaak heb je maar dit budget. En dan moet je voor jezelf je afweging maken van, goh, kan ik nog een leuke film maken voor dit budget? Maar kijk, je moet als regisseur natuurlijk, dat is ook het allerbelangrijkste denk ik, dat je niet je laat verleiden tot elk leuk idee. Want dan, dat betekent dat je dan afgaat van je eigen oorspronkelijke idee waarom je die film of dat verhaal wilde vertellen. Dus heel vaak als je s'nachts in bed ligt dat je er nog aan denkt, dat shotje of dat ditje, of zal ik Pietje vragen of Jantje voor die rol, of als ik die vraag dan krijg ik dat, en als ik die vraag krijg ik meer dat, is dat niet beter voor de film? En, ja, als ik in de auto, ik moet veel in de auto rijden natuurlijk om naar Amsterdam of Hilversum te gaan, en dan zit ik ook altijd te denken, dat vind ik ook altijd wel lekker om dan, ben ik alleen en dan kan ik natuurlijk daar lekker over nadenken. En dat doe ik dan ook wel heel veel. En dan, ja, dan valt het op zijn plek. En dan vanuit een bepaald gevoel of intuïtie kies je. Want je hebt natuurlijk te maken met 100.000 keuzes die je moet maken. Je kan zoveel kanten op met een verhaal en met een film en met een ploeg. En met spullen en shots en noem het allemaal maar op. Dus ja, dan... En dan op een gegeven moment dan weet je gewoon van, nou ja, dat wel, nee. En dat wel, ja. Want je moet natuurlijk vaak in een split second reageren om een besluit te nemen. Je kan niet bij elke, als iemand je vraagt, dan denk je, ja, hoe zou ik dat eens, nou, weet je, dat zou niet goed zijn. En daarnaast wil ik het op een zo leuke mogelijke manier doen. Dus ik wil veel lachen. Bij mij, volgens mij, op een set wordt er best veel gelachen. Want ik hou het niet vol als iedereen heel zenuwachtig en gestrest op een set rondloopt. Maar hoe doe je dat als je dan ook in de rol van producent aan het werk bent? Want deadlines zijn deadlines. Jawel, maar dat is een planning. En die planning dat staat op een call sheet. Iedereen weet wat er die dag moet gebeuren. En die is ook heilig. Dat heb ik nog van Frank Schouters geleerd. Ken je die? Frank Schouters die zei altijd, call sheet is heilig, Steven. En dan hou ik me nog steeds aan vast. Dan denk ik, Frank, daar gaan we weer. Ik hou me vast aan die spreuk. We hebben hier ook wel eens tot 2:30 s'nachts lopen draaien. Dat mensen zeggen, ja, Steven, ik vind je een leuke vent, maar ik wil gewoon nu naar bed. Ik wil gaan slapen. Dan denk ik, oh, nou even die één shotje, weet je wel, nog één. Het keert terug. Ja! Tocht. Ja! Tocht, praat het normaal, man. De Elfstedentocht. En ik ga hem rijden. Kijk om je heen, is niet geweldig. Friesland is weer gedwongen. Ik ben noodgedwongen gaan produceren, omdat ik in het begin nooit een producent kon vinden voor mijn de verhalen die ik wilde vertellen. Dat was gewoon het probleem. Waar denk je dat aan, lag? Aan mij.
Nee, ik denk dat heel veel makers daar ook tegenop botsen. Die willen maken en die zoeken dan een producent die eigenlijk, nou ja, heel plat gezegd, zorgt dat er wat centjes komen om het te kunnen maken, om mensen in te kunnen huren. Ja, en producenten hebben vaak honderdduizend projecten lopen van verschillende mensen. En dan kom jij en dan, ja, ik bedoel, waarom zouden ze jou prioriteit geven? Nou, dan moet je wel van hele goede huizen komen en dan moet je wel heel veel zelf meenemen al voordat ze denken, oh, daar kan ik wat aan verdienen, want zo zit de producent ook vaak in elkaar. Als je echt wil en je wil iets maken, niet wachten, doen. Dus stel het niet uit, want de ideale wereld die bestaat niet. Dus gaan met die banaan. Actie roepen en maken zoveel mogelijk, want dan word je beter. En vast. Zet hem op, tot ziens. Doei. Doe dan Frank Schouten.